Het jaar van de rat is vanmorgen ingeluid met veel vuurwerk. De viering van het Chinees nieuwjaar is door verschillende Chinese verenigingen gevierd. Onze nieuwsdienst is geweest bij de oudste vereniging, Kongyi Tongsang. De Chinese ambassadeur, de eregast president Desiree Boutersche en de first lady Ingrid Boutersche zijn verwelkomd met een drakendans. Na de speeches was er een traditioneel Chinees diner. Minister Sergio Akinboto, die ook bij de viering was, benadrukte de jarenlange vriendschap tussen China en Suriname. De bewindsman zegt dat de eigenschappen van de rat een goed begin zijn voor het nieuwjaar van de Chinezen. Nou, het is allemaal positief voor, als te horen, want dat heb je allemaal nodig in het leven om vooruit te gaan. Positief, bemoedigen, maar zeker ook het bijzondere jaar 2020. Als we kijken ook vanuit het christelijk geloof, 2×20, dubbel op 40 jaar, zijn allemaal kerngetallen die iets mankeren voor het jaar 2020. Dus ook dat het samenloopt met het jaar van de Rat is natuurlijk heel erg bijzonder en dat we dan maximaal daaruit kunnen halen als samenleving, als natie die met elkaar verbonden zijn op een of andere manier. De dam is in ons boezem aangegeven. Ja, het is het ook aan het begin van het jaar. Ja, het is geweldig. Het zijn allemaal de positieve dingen die we alle hebben ervaren. Dat staat nu naar het nog meer benadrukt is. Het is sowieso als land dat je op een kruispunt staat waarbij je toch wel dingen nodig hebt om het land naar de volgende level te tillen. En dat zijn zaken die ons hebben voorbereid. Overname van de dam, oliefondsen. Dat zijn allemaal positieve zaken die aansluiten ook met het stukje vooruitgang. Contracten die zijn getekend met Volksrepubliek China. De projecten die zullen worden uitgevoerd. We kijken er naar uit. Suriname en China gaan lang ver terug. Het is positief. De bijdrage die de Chinese samenleving levert in Suriname. De integratie die er is in plaats van de afgelopen jaren. Ook hebben we gezien dat Surinamers met Chinese namen, dat zijn allemaal tekenen, positieve zaken die bijdragen aan saamhorigheid en ontwikkeling van de natie. En we feliciteren elkaar en wensen allemaal het beste voor het nieuwjaar. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat de Chinezen een deel zijn van de Surinaamse samenleving en dat hij als volksvertegenwoordiger er het nodig vindt om het nieuwjaar met hun te vieren. Thema voor dit jaar, het is het jaar van de rat, sommigen zeggen muis, maar het gaat om ondernemerschap, vooruitgang. Dat is wat we nodig hebben. Suriname heeft op dit moment ondernemerschap nodig, investeren nodig. Daarmee gaan we het land vooruit brengen. En vanuit deze plaats dank ik de Chinese gemeenschap voor de bijdrage die ze leveren aan de ontwikkeling in Suriname voor ondernemerschap. Gaat u naar het binnenland, daar waar Surinamers geen handeltje durven op te zetten. Daar is de Chinese supermarkt aanwezig om de Surinaamse samenleving te dienen. Dus we moeten ook zien welke offers zij ook brengen. En met het Chinese nieuwjaar zien we weer die verbondenheid van hun. En dat alle Surinamers hier aanwezig zijn. Dus nogmaals vanuit deze plaats een gezegend nieuwjaar. Happy nieuwjaar in het jaar van de rat. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak vanmiddag na het traditionele Chinese diner in verband met de viering van het Chinees nieuwjaar. Dit jaar staat in het teken van de rat. Suriname is het enige land op het westelijk halfrond dat het Chinees nieuwjaar als een nationale feestdag heeft.